Welkom bij de 17.3 achter de schermen Biocast. Je hebt natuurlijk weer een aantal leerdoelen. Je moet kunnen vertellen wat een adequate prikkel is, je moet de werking van een zenuwstel kunnen beschrijven en kunnen uitleggen hoe neuronen informatie overdragen. Hier zie je een afbeelding van je zenuwstelsel. Dat bestaat uit de grote hersenen, de kleine hersenen, de hersenstam en het ruggenmerg. Dit is het gedeelte waarin de informatie verwerkt wordt, het centrale zenuwstelsel. Daarnaast heb je nog aan- en afvoerende zenuwen, zenuwcellen, en dat zijn de perifere zenuwen van de romp, van de arm, van het been, maar ook de hersenzenuwen die directe informatie naar je hersenen overbrengen en dat niet via het ruggenmerg doen. Hoe kom je ook weer aan informatie? Daarvoor heb je een zintuig. En een zintuig zet een prikkel, informatie uit de omgeving, om in een impuls die naar de hersenen gaat. Zo'n zintuig heeft een adequate prikkel, die prikkel waar die op reageert. Hier zie je een voorbeeld, een uitzondering waarin het zintuig, het oog, door druk een impuls doorzendt. Maar dat is een uitzondering, het zien van sterretjes bij de grote druk op je oog. Maar normaal gesproken is er één prikkel waar een zintuig op reageert. Zo kun je niet horen met je ogen en niet ruiken met je tastzintuig. Bij een zintuig is het alles of niets. Het heeft een drempelwaarde. Wanneer er een prikkel aankomt, en die is onder de drempelwaarde, dan ontstaat er geen impuls. Pas als er een prikkel komt die boven de drempelwaarde ligt, dan ontstaat er een impuls. En dat kan doordat een neuron in contact staat met veel verschillende neuronen. Zo kun je een prikkel doorgeven. Hier zie je een heel aantal uitlopers van zenuwcellen die op het cellichaam van de ene cel zitten die je hier ziet. En zo kunnen impulsen ontstaan en worden doorgegeven. Het linkerplaatje bij A zie je een impuls aankomen van de zenuwcel. En daarna komt er weer een andere, maar die is nog steeds onder de drempelwaarde. Dan bij B zie je dat die wel boven de drempelwaarde komt. En dan gaat er een impuls ontstaan en wordt er dus een impuls doorgegeven. In 88a van Binas zie je een aantal zenuwcellen. Hier zie je een sensorisch neuron, een sensorische zenuwcel. Die krijgt informatie van een zintuig en geeft die door aan het centrale zenuwstelsel. In het centrale zenuwstelsel vind je schakelneuronen. Zenuwcellen die impulsen doorgeven aan andere zenuwcellen. En hier zie je een motorisch neuron. En een motorisch neuron geeft een impuls door aan een spier of een klier, zodat er iets gaat gebeuren in je lichaam. In deze zenuwcel, of in deze zintuigcel van de huid, komt een prikkel aan. Het zintuig zet die om in een impuls en die impuls gaat via het sensorische neuron, via het schakelneuron, en dat kunnen er heel veel zijn. En dan neem je de beslissing om iets te doen. Dus gaat er een impuls via een motorisch neuron naar een spier in dit geval. Dit hele verhaal kan maar één kant op gaan. Het is eenrichtingsverkeer. Dus sensorische neuronen van een zintuig naar het centrale zenuwstelsel en een motorisch neuron die gaat naar een spier of een klier. Alle neuronen zijn op dezelfde manier opgebouwd. Ze hebben een dendriet en die kan lang zijn, maar die kan ook kort zijn. Ze hebben een cellichaam en ze hebben axonen. En ook die axonen kunnen weer lang of kort zijn. Die dendrieten en die axonen die zijn omgeven door myelineschede, gemaakt door de cellen van Schwann met insnoeringen van een rampje daartussen. En die zorgen dat een impuls heel snel kan worden doorgegeven.
Hier zie je een verbinding tussen twee neuronen. Boven zie je het neuron waar het signaal aankomt en onder zie je het neuron waar het signaal verder gaat. Deze kant op komt de impuls aan. Er gaat stroom calcium naar binnen en dat zorgt ervoor dat er blaasjes met neurotransmitter, een boodschappenvloeistof, versmelten met de celmembraan en die komen vrij in de synaptische spleet, de hele smalle ruimte tussen twee neuronen. En die hechten zich dan op kanalen in het andere neuron en dat zorgt ervoor dat er een impuls kan worden doorgegeven. Als we kijken naar de zenuwen, dan zitten daar verschillende axonen in. Dat kunnen axonen zijn met alleen maar sensorische neuronen, axonen van alleen maar motorische neuronen en het kunnen ook gemengde zenuwen zijn. En die bestaan uit axons natuurlijk, uit bindweefsel, het witte vloeistof en witte stof en tenslotte ook nog bloedvaten. En onder een microscoop ziet dat er zo uit met axonen, met het bindweefsel en met de bloedvaten. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.